heb verteld straks dat ongeveer 2 jaar geleden dat er 2 goede vrienden van mij overleden zijn. En een van die vrienden die overleden is, dat was mijn collega van Jumeau. Misschien hebben vele mensen nog, of een aantal mensen hier onder jullie Jumeau nog gezien. Wel, ik was een van die twee. En die andere, dat was die een andere. En die collega, die had een hele zware rugzak. En we hebben heel veel zitten praten onder onze notenboom bij ons thuis. Maar die rugzak die bleef toch wel heel zwaar. Tot op een bepaald moment dat hij op het idee kwam om die rugzak uit te doen. En het resultaat was dat hij helemaal naar boven gevlogen is, gelijk een ballon. En ik denk dat mijn collega van Jumeau, die trouwens Ruben ook heel goed kende, want Ruben was leerling van Frederik, dat hij nu van hier ergens boven in de sterren zit mee te kijken of dat we het wel goed aan het doen zijn. En ik moet zeggen, hij was heel streng. Dus ik denk dat we dit nummer toch maar best goed spelen, onze twee en Ruben. Want anders gaat het straks beginnen donderen, denk ik. Dit nummer heet Underneath the Walnut Tree en is opgedragen aan Frederik, onze goede vriend. The man revealed the child.
That's when the teas you bowl of the seven sides of you, the seven stole the show. Thank you.